Hallo allemaal. En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 133. Dat. Het is alweer een nieuwe jaar. Nou ja, alweer een maand. De versoepelingen zijn ook al aan de gang. Ondanks het hoge aantal besmettingen. Maar wij gaan meer voor versoepelingen dan voor besmettingen. Dus dat betekent dat de deuren van de winkel ook weer open zijn. Mensen lopen weer lekker binnen. Dus wat ons betreft mag alles weer gewoon beginnen zoals het vroeger was. Goochelaars die optreden, die in het wild rondlopen, die je kunt aanspreken en kunt zien. Ja, het heeft lang genoeg geduurd allemaal. Dat toch? Is waar. Toch? Dat is toch? Waar. Maar in die tussentijd hebben wij gewoon achter elkaar nieuwe spullen binnengekregen. Nog steeds, natuurlijk. En ook in deze update gaan we jou weer van alles laten zien. Ja. Echt van alles laten zien. Hier is een stoel om met spullen. Leon heeft een stoel om met spullen liggen. Dus we kunnen vooruit. Ja. We kunnen vooruit. Ja. Nou, dat gaan we maar doen ook, hè? Dat gaan we dan maar doen ook. Heb je toevallig een bankbiljet bij René? Daar heb ik me even niet op voorbereid, maar omdat ik een beetje mazzel heb ik 10 euro. Dat is prima. Kijk, het mooie is van 10 euro, had ik 5 euro kunnen geven of wat anders. Maar als ik een heel mooi plan op mijn hand leg, ja. Je concentreert je, ja. Dan gebeurt er niks. Dat is logisch, want dat is gewoon 10 euro. Maar als je goed kijkt, dat is een speciaal biljet. Dan kun je zien hier in het midden, zie je dat? Als je het biljet namelijk pakt, op deze manier, dan kun je hem op je hand zetten. En dan op magische wijze kun je het biljet graag op laten staan, zie je dat? Oké, dat is op zich al vreemd. Als ik wil, kan ik hem zelfs laten draaien en tussen mijn handen laten zweven. Als ik wil, kan ik het zelfs boven de tafel doen als mensen zeggen, kun je het ook hier doen? Dat kan. En dan kun je hem hier heel mooi laten zweven. Als je wil kun je ook concentreren op het biljet, dan gaat hij helemaal naar beneden. Of weer terug naar boven als je dat zou willen. Normaal gesproken zou ik nog weg kunnen lopen. Maar dit is er ineens een 10 euro. Dus daar ga ik niet meer weglopen, want dan krijg ik ruzie. En dit is de nieuwe Spider-Pen Pro. En wat is er nieuw aan de Spider-Pen Pro? Dat ga ik jullie vertellen. De oude Spider-Pen Pro werkte op een AA-batterij. En nou dachten ze, weet je wat, we zetten er nog een A achter, dus deze werkt op een AAA-batterij. Ja, ja. De pen is smaller geworden. De pen is, ik kan het zo laten zien, die is van RVS. Mooi gemaakt. Ja. Een stuk dunner, steviger, degelijker. Ja, ja. De motor werkt prima, is eigenlijk opnieuw opgebouwd, zeggen ze weer. Ja. Ja, top ding. Design is veel beter. Ook boven het kapje en alles was van plastic, is nu ook allemaal van staal. En roestvrij staal, beter, nog beter. Dus de prijs is hetzelfde, de pen is veel beter. En als je je afvraagt, ja, maar zien mensen het niet? Nee, want dan had jij het nu ook gezien. Ja, nee, je kijkt de hele tijd al continu naar hoe het werkt eigenlijk. Ik zal nog even dit doen, dan kun je niet of het mag van René, maar... Je zwaait met de pen, dat kan. Ja. Dan ben je de koningin met de pen, oké. Okay. Dus dat is... Ja, dus je, ja, fantastisch ding, fantastisch ding. Ja. En we zijn nu beperkt nog aan tafel zitten, vind ik. Normaal, als ik bijvoorbeeld een biljet zweven, gaat het biljet zweven toch omhoog en omlaag. Het gaat van de ene hand naar de andere hand. Dat kan ook nog allemaal, maar zitten is dat lastig. Je kan er ook mee hond de dek doen. Check anders even terug naar de... Google even op een product update Phantom Hand. Daar zie je dat ik een hond de dek doe met de Phantom Hand. Phantom Hand is een armband, echt met hetzelfde systeem ingebouwd. En dat kan ook met deze pen. Ja. En dan leg je het op de grond. De toeschouwers rondom heen staan er en het, op de grond kopieert het spel zich en schiet de gekozen kaart eruit. Met een geleend kaartspel en dan kun je het nou ook het handen geven. Dat is... Ja, wat kun je nog meer laten zweven? Het moet niet te zwaar zijn, een sigaret. Dat weet ik even niet of dat gaat werken, weet je of zo. Maar je kunt geen munt of zo laten zweven. Nee, dat niet. Kijk, in de video zie je een trailer waar hij een blaadje van een boom plukt. En dan vliegen we terug naar de boom. Dat kan ook allemaal. Ik heb een vraagtekens bij of het heel handig zou zijn. Maar in theorie kan het wel allemaal. Dat zijn natuurlijk super gave dingen ook voor video te doen. Maar dit is echt iets, de Spider-Pen, samen met Tarantula, vanaf dat het uitkwam, 2006 kwam de eerste Spider-Pen, heb ik dat zoveel laten zien in de winkel. En ik lieg niet als ik zeg dat we zowel van Tarantula als Spider-Pen elk honderden verkocht hebben. Echt honderden. Ja, en als ik mijn favoriete systeem is de Spider-Pen. Ik heb zelf de twee nog, maar deze is ook prima. En Scene Force. Ja, dat zijn mijn favorieten, want dan kun je een mooie ring laten zweven. Het is wel een ander systeem, je kunt niet van de ring weglopen. Hè. Het voordeel hiervan is dat je echt weg kan lopen, je kunt het laten zweven. Je kunt het meteen prepareren. Ja. Als er iemand aan kan lopen, hoef je alleen maar dit te doen. Ja. Een slokje te nemen bij wijze van. Ja. Dus er gaat niet zo snel iets stuk, zou ik het zo zeggen. Ja.
En bij Unseen Force moet je echt, ja, prepareren bij jou en daarna ben je ook weer clean. Dus met dit ook natuurlijk. Ja, dus allemaal mooi een zweefspul. Ja, zeg maar, je steekt een pen in je zakje en je bent altijd klaar. Ja. Dat is het toffe. Als je niet druk wil doen, doe je niet. Doe je het wel, doe je het wel. Ja. Spider-Pen Pro, €109,95. Originele van Jigo Musica. Ja. We hebben zoveel spul hier liggen. Ik pak even dit, want dit is ook wel een heel tof kijkje hier, jongen. Beeldvullend. Een changeback. En wat voor een. Ja, ik zit er nog steeds. Hier ben ik. Zo, dat is een grote. Echt 50 centimeter diep, zeg maar. Ja, is echt... Ik bedoel... Mijn arm kan er bijna in. Ja, echt. Weet je wel. Normaal zou je een of andere gag video maken dat je arm helemaal in zo'n changeback kan. Maar dit is echt... Het stof is ook mooi. Ja, het stof is ook mooi. Je kan het eruit binnenstebuiten draaien als je wil, om leeg te laten zien wat je wil. Kan ook nog, je zwaait met je hand eroverheen. Ja, ja, is leeg. Mijn hand zat er toch in. Oké. Oké, dat is oké, sorry. Nou, dat dus. En uiteraard zijn we weer terug leeg. Nou, dit is een zogenaamde dubbele changeback. Dat wil zeggen dat je drie vakken hebt. Je kan hiermee bijvoorbeeld ook, je hebt een zwarte doek erin stoppen. Slechte kleur van nu, maar ik kon even... Geen gekleurde demo doek vind heel snel. Zwarte doek gaat erin, bij wijze van je knipt je vingers of je zwaait eroverheen. En het doek is wit. En uiteraard is de zak verder volledig leeg. Zie, compleet. Ik vind het wel mooi, want ik zie dit is ook hout of niet? Dit is hout, ja. Het is geen plastic of zo. Mooi. En je hebt dus heel veel mogelijkheden met deze zak. Echt een mooie luxe stof, gaan we even laten zien. Met sterretjes erop, maantjes erop. We hebben deze in rood en in zwart. En je krijgt er ook nog gewoon een slinger bij te waarde van €12,50. Nu mooi ingepakt. Ik heb er nu niet in gedaan, omdat ik het zonde vind om deze... hij is nog nieuw, zeg maar. Om die erin te proppen. Maar dan, als mensen die zouden... Onze laatste zouden willen kopen. Dan heb je dit nog bij. Kijk. Dat is ook nog een hele lange slinger die eruit komt. Krijg je er ook bij. En we doen er ook nog eens... In plaats van een simpele gebruiksaanwijzing of een video... Stoppen we er nog een boekje bij. Ze waren van €7,50. Ik zal het even laten zien. Ze waren van €7,50. 101 trucs met een changeback. Krijg je ook nog bij. Dus 101 trucs met deze zak. Overigens, dat boekje geldt voor alle changebacks die we hebben. Deze changeback kost €55. En even voor het idee, dit doen we er gratis bij. Want de prijs van de changeback is €55. Je krijgt van ons en die lange streamer bij. En het boekje bij. Dus eigenlijk €20 wat je er van ons als cadeautje bij krijgt. De doek eruit halen, dan heb ik heel even een vraag. Even, is dat de changeback die ik gezien had, die ik zei, die moeten we eens even kijken of dat wat is? Die hebben we toen een keer in de livestream gehad, volgens mij. Of is dat weer een andere? Nee, dat is wat anders. Die hebben we ooit voor iemand besteld. Een hele mooie. Besteld, en dan hebben we ze meteen gezegd, wauw, dat is echt wel gaaf, die gaan we meer kopen. Ik vind dat juist wel, we hebben dat langer. Ja. En je kan, er zijn mensen die doen hier de, ik weet niet waarom, tenminste ik ken de routine niet, bedoel ik, de Multiply Bottles in. Okay. Je kan er zelfs wat overheen zetten, laat ik het zo zeggen. Misschien dat dat de bedoeling is. Ze moeten slaan met gebruiken dan. Ja, ook nog. Dus in rood hebben we hem en in zwart. Voor de rest hetzelfde uitvoering. Je ziet het op de foto's op de site. De changeback. Giant changeback heet het. Giant changeback. Rood en zwart. €55. Mooi. Dan heb ik hier een voorspelling. Die laat ik even zien. Hij schijnt een beetje door. Ik zou nog even dubbel houden. Hij schijnt iets minder door. Zo. En die leg ik even hier zo onder neer. Kijk, ligt hij dan in beeld? Zo, hier ligt hij. Ja, ik zie wel hier in beeld. En dan heb ik nog iets. Dit is maar een voorbeeld. Ik heb hier een spel met allemaal cijferkaarten. Het zijn kunststofkaarten. Dus het is geen papier. Ja, ze mogen gewoon ook geschud worden als je wil. Kijk, iedereen. Ja, schud jij ze met elkaar? Dat is vast, ik ga helemaal schuiven. Mag ik ze bij elkaar schuiven en net je stapeltje van maken? De getallen 0 tot en met 9 zitten hier meerdere keren in. 4 of 5 keer, dacht ik. Je mag ze ook nog gewoon schudden als je wil, zo meteen wat je zelf wil. Want we hebben namelijk een soort van mooie zon. Standaard. Die standaard, die. Kijk, ik ga laten zien wat de bedoeling is. Je hebt de standaard, daar zit A, B, C en D. Yes? Ja. Dat betekent zometeen, wacht, je mag trouwens als je wil eerst met de kaarten voor doen. Die standaard, die mag je, gaan we zo meteen elke 4 kaarten op. Je mag van die stapel, mag je 4 stapeltjes maken. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gewoon opdelen? Ja, gewoon, ja maar vier, we gaan tot 4 kaarten per stapeltje staan denk ik. En, ja, en dan nog een keer, maken 4 stapeltjes.
Want het wordt een lang verhaal. Maar je kan het langer verder gaan. Is goed, is goed. Okay. Stapeltje A. Stapeltje B. Stapeltje C. Stapeltje D. Leon. Ja. Aan jou de keuze. Welk stapeltje moet weg, doet niet meer mee? C. C. Leon, welk stapeltje doet nog meer niet mee? We gaan zo over dat er één overblijft, zeg erbij. A doet ook niet mee. En D gaat ook weg. En D gaat ook weg. Oké. Okay. Dus dit stapeltje hebben we over. Ja. Er zijn vier getallen. Ik ga ze hier even opzetten, zodat ik het duidelijk zie. Ik zie een, wat was het? Een 7, een 2, een 0 en een 1. Ik kan het zelf niet zien, maar... 1027, toch? Ja. Nou, ik heb hier een voorspelling neergezet, zei ik al, zie. Voorspelling neergezet. En daar staat op... 1027. Je moet het in het groot zien, met meer... Ja. Moet ik dat zeggen? Afleiding, laat ik meer zeggen. Met meer bewegingen. Want dit is stom, als je beweging hebt met publiek erbij. En als, is dat allemaal veel beter te doen. Je snapt wat ik bedoel. Als je de werking is door. Ja, dan snap je. Dan heb je, is dat no problem. Dit zit erbij, de getallen. Maar je kan je voorstellen, als je een alfabet deck gebruikt. Of een blanco deck wat je zelf voorziet van letters, logo's, wat dan ook. Kun je ook een woord voorspellen. Ja. Je kan een pagina van een boek bestellen, voorspellen. Je kan eigenlijk alles voorspellen. En het hoeft niet vier posities te zijn, we hebben hier vier pakjes kaarten. Ik stelde nou die laatste, zet ik hier op. Maar dat kan, je kan ook bijvoorbeeld nummer 6 kaarten omheen. Of je pakt het laatste pakje wat overblijft, zet je op een standaard, spel je uit. Dus je bent niet direct gebonden aan vier kaarten. Alleen als je nou naar 10 kaarten gaat, dan past het niet meer netjes tussen de standaard. Standaard is overigens gemaakt van... plexiglas, zoals je ziet, mooi gemaakt. Kaartspel is volledig kunststof. En dit heet de Digimental Clock. 119,95 kost dit dingetje ook bij ons. Helemaal compleet, inclusief uitgebreide video-instructies hebben we erbij gemaakt voor je. Dus ja, superleuk ding. Toen ik de instructies zag, dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel een tof ding. Ja, en je hoeft eigenlijk niks te kunnen. Nee, je moet het goed voorbereiden. Ja. En voor de rest is het, ja, nogmaals, de bewegingen zijn nu, je hebt niet veel ruimte om iets te doen, maar als je dit in het echte zou doen, niemand die in de gaten heeft wat je aan het doen bent qua werking, zeg maar. Digimental Clock, €119,95. Wat hebben we nog meer? Ik heb nog wel wat luxe, nee. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb hier ook nog een voorspelling liggen, die heb ik er straks al neergelegd. En ik heb hier iets inzetten. Daar kom ik dadelijk op terug. En ik heb hier een stukje papier met twee egaatjes. En in een knijpertje. Wat een hoop onderdelen! Ja, maar dat is één truc. Dat is één truc. Okay. Ik heb hier dus 1, 2, 3, 4, 5. En hier twee gaten in zetten. Ik zal deze even hier omheen vouwen. En dan wil ik René vragen om zometeen een nummer te kiezen tussen 1 en 5. Mag het ook 1 en 5 zijn? Dat mag ook, maar dat wordt een beetje moeilijk. Gewoon 1 nummer, dat is beter. Ja, nee, ik bedoel, je zei tussen 1 en 5 zou alleen maar 2, 3 en 4 zijn. Oh ja, nee, 1, 2, 3, 4 of 5. Dan doe ik 5. Best. 5? Beste, ja. We zitten hier onderaan, ik zal de wasknijper erop zetten. Ja. Kijk zo. Hoppakee. Wat René van tevoren wil je nog wisselen? Is. Nee. Aan de andere kant stonden dus balletjes op. Ja. En je kon kiezen voor een basketbal, voetbal, bowlingbal, tennisbal en een... Oh, ik had eigenlijk een tennisbal moeten kiezen. Baseball. Ja, te laat. Maar het leuke is, René. Ik had de? Je hebt gekozen voor de baseball. Ik heb hier iets in zitten. En als je het hoort, dan weet je dat het al rond is. Uh-huh. Maar ja, ze zijn allemaal rond. Maar als je hem openmaakt, dan zie je dat daar een baseball in zit. Het doosje kan zelfs trouwens platgevouwd worden. Ja, oké. Okay, maar... En, voor de mensen die het niet geloven, ik heb het van tevoren voorspeld, want hier heb ik een baseball liggen. En dit is een truc. Als je bedrag hoort, dan denk je van doe er maar 2. Waarom weet ik niet, maar één misschien voor een andere goochelaar. Want volgens mij kost die €8,95. Ball prediction. Ja, €8,95, mensen. Ja. Ja, het is zo. Het is dus een belachelijk bedrag. Maar ja, leuke truc, helemaal compleet. Alles wat je net gezien hebt, behalve leren, dan krijg je er niet bij. Alles wat je net gezien hebt, wat wasknijpertje, kaart, balletje, ja. Voor €8,95, zelfwerkend. Ja.
Ja, je moet het zelf wel goed doen. Dat vind ik zelf niet zelfwerkend. Die vraag krijgen we wel eens. Lukt de truc altijd? Bellen mensen op. Hallo, ik had een vraag. Ik wil een truc kopen, maar lukt die altijd? Nou ja, in principe, als je de truc dus goed doet, dan lukt die altijd. Ja, maar daar gaat het juist niet om. Of hij het altijd doet. Huh. Ja. Geef daar mijn antwoord op. Dan heb ik nog iets, nou ja, niet bijzonder. Een kaartspel. Kaartspel. Wel niet belangrijk, maar check even. Als het goed is, allemaal verschillend. Ja. Hier in de winkel weet je nooit dat er ergens een dubbele kaart kan zitten die uit een ander spel gekomen is, maar daar gaan we niet. Ik heb een stift bij. Leon, neem ergens een kaart uit die je zelf wil. Ja. Zet je naam, herkenningsteken, wat je ook wil, echt even duidelijk op. Mm-hmm. Zodat we zo meteen echt weten dat jouw kaart is. En laat de kaart ook even zien aan de beide camera's voor de zekerheid. Dat we ook zeker weten dat de mensen thuis de kaart hebben gezien. Ja. Want ze schieten helemaal niet op met het hele... Alsjeblieft. Thank you. Oké. Zoiets. Schil de boel door elkaar. Heb je ooit eens een kaart laten verdwijnen? Dat heb ik wel eens gedaan. Heb je dat eens gedaan? Oh, dat komt goed uit. Zou je de kaart zelf nog even willen schudden? Puur voor de zekerheid dat we zeker weten dat er iets aan de hand is. Ik heb namelijk nog eens meegenomen en dat is dit zakje. Dat leg ik even hier neer voor jou. Dat is dit zakje. Zie daar. Zo. Als je namelijk dit doet, dan verdwijnt jouw kaart uit het kaartspel. Dat gaan we zien. Welke kaart had jij gekozen trouwens? 8-7. 8-7. Dat is ruiten. Ruiten 7. Nee, zit er niet in. Geen plakkaart, geen dubbele kaart, helemaal niks geks. Hij is gewoon weg. Maar ik heb natuurlijk een zakje neergelegd. Ja, wat zal erin zitten? Kijk even, het zakje zit dicht met letterband. Moet je openmaken. En daarin zit namelijk een... Is dat een kaart in? Ja. Maar waar zit die kaart? Die kaart zit tussen twee... Plexiglas plaat, met elastiekjes. Het is elastiekjes er even af. Ik zien dat het echt tussen zit. Dat de kaart niet zeg maar tussen elastiekjes en de glasplaat zit. Maar het zit echt... Een hele oude truc dit. Vroeger was het ook al van metaal was. Het zit er echt tussen. Zie? En het is echt jouw kaart met jouw dingen erop. Ja. Ja, fantastisch ding. Heel oud eigenlijk al. Maar dit is van Plexiglas. Deze versie is van Bazaar de Magia. Hij heet... Kaart captured. En als je de prijs wil, denk je ook, wat is dit? Die bolproductie was al €8,95. Deze is €20,95. Ja, dat is niet duur. Ik vind dat serieus voor een kaarttruc. Ja. Met ook voor de toeschouwer zeker een impact. Een resetten is halve minuut. Want je begrijpt dat hoe dan ook dat je de ziekjes even terug om die plaatje moeten. Dus het is voor tablehopping niet direct geschikt. Dan kun je niet meteen naar de volgende tafel en weer een truc doen, want je moet in ieder geval de elastiekjes naar voren. Ja, voor dat geld kun je er gewoon drie kopen en dan moet je alle drie... Dat zou ook kunnen. Maar goed, dit is Card Captured. €20,95, compleet met video-instructies. Ja, video-instructies. Nee, de PDF zitten wij. Compleet met PDF-instructies. Aanradertje. Ik vind het ook een leuk. Ook een mooie Sharpie, zag ik. Ja, een Sharpie. Ja, we al het vaker laten zien, dan gaan we even skippen we eventjes. Maar nu we toch bezig zijn, zie je nog van alles liggen. Ik zie hier bijvoorbeeld nog liggen een voodoo pop. Die is voor jou. Ja, we hebben er van de voodoo poppen. En ik heb hier wat naalden, zie. En ik heb hier een voorspelling gemaakt. In deze map zit een voorspelling. En de vraag is, jij mag 1... 2, 3, 4, 5 naalden kiezen, wat je zelf wil. En mag die prikken op plekken. Op een van de plekken, ze een beetje aangeven hier, zeg maar. De benen, armen, benen of het hart. Mag jij een naald inprikken? Dus je mag zelf kiezen. Ze zeggen normaal dat er een voedoedbom met iemand verbonden is. Ja, 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 is niet dus als ik nou zijn rechterarm omhoog doe, kijk of dan ook de rechterarm bij René omhoog gaat. Ik heb geen last van. Stop even. Oh, ja. Oké. Okay, die naalden weet ik niet of dat nog zo'n goed idee is nu. Maar goed, ga je gang. Je mag gewoon zo neerleggen. Dus maakt niet uit welke kleur allemaal. Gewoon... Nee joh, wat jij wil. Een aantal maakt het niet uit. Als je één naald pakt, vind ik dat prima. Als je twee naalden pakt, vind ik prima. Als je vijf naalden pakt, vind ik dat prima. Dat is alvast één naald. Ik voel nog niks. Je gaat voor heel veel naalden. Oké. Okay. Nee, ik vind het wel genoeg zo, denk ik. Wat ik meen eigenlijk niet. Oh. Je prikt hem vast aan de mat, zeg maar. Wauw.
Dat betekent dat jij gaat voor allebei mijn armen die geprikt zijn. En één voet. Nou, dat is nu aardig. Okay. In deze hoes zit namelijk... Nou, niet aardig. Ik had ze er ook allemaal in kunnen prikken, hè? Zit namelijk, ik zal het zien, een grote, dus een plexiglazen plaat. En op de achterkant staat een voodoo poppetje getekend. Ik zal het zien. En op die voodoo pop, daar zitten drie kruisjes die ik vanmorgen gezet heb, voordat we begonnen. Zie je, hier, hier en hier. Even duidelijk, daar zit niks. Geen kruisje, hier zit het hart. Ook geen kruisje, niks. 1, 2, 3, precies wat jij voorspeld hebt. Mooi. Je kan ook met een rode stift, als je duidelijk wil maken of zo. Dat kan ook allemaal. Dit is de originele Viking Magic Voodoo Prediction. Met een grote, mooie hoes. Plexiglazen kaart. Daar heb je ook de kleine versie van. Ja, van 12 JL Magic. €12,50, €12,95 volgens mij. Maar dit is de originele grote versie. Met echt voodoo poppetje, met echt naalden erbij. Hadden we voor een paar maanden geleden ook op voorraad. Razendsnel weg. Ging de hele wereld over, serieus. Ja. En toen kregen we de melding, wordt niet meer gemaakt. Discontinued product. Hadden ze het potverdikkie, dat is jammer. En afgelopen week kregen we een leverancier. En waren ze er weer. Dan heb ik ze meteen alles wat ze hadden gekocht. Ik zeg, dat gebeurt geen tweede keer meer. Dus we hebben ze weer. €69 originele Viking Magic. Viking Magic is dezelfde fabrikant als Collectors Workshop, zeg maar. Dat is één firma. Dus dan heb je hele coole dingetjes. €69, compleet met instructies, voedepoppetje. Ja, ik had een grote loop ook. Alles erbij. Heb jij nog iets leuks anders, Leon? Ik heb nog wel wat leuks. Als ik jou kan, ik uit het niks een munt produceren. Ja. Dat is de eerste. Ja, dat zie je. Komt er nog meer dan? Dus de tweede. Oh, komt er tweede. Oké, ja, ja, ja. En als ik wil, heb ik hier nog een... Oh, sorry. Hij werd soms een beetje in de war, dat zijn pocketchips. Dat was er weer eentje. Van er in een dollar. En als ik wil, kan ik deze chip in laten veranderen in een dollarmunt. Ik zal deze ook even wegtoveren. Op deze manier. En de laatste kun je dus op je meest favoriete manier doen. En dan... Tadaa. Nee, die is echt weg. En deze truc heet Vegas Dream. Je gebruikt hem ook toveren. Ik zou het graag niet gebruiken, maar het lijkt er wel op. Vegas Dream. En Vegas Dream hebben we al heel lang geleden gehad. Ja. Op het begin bij zijn lezing hadden we er volgens mij een paar. Oh, we hebben een aantal leveringen gehad. Tientallen zijn erin gegaan. Ja. En dit zijn de laatste. Bill Chung heeft ons zijn laatste voorraad gestuurd. Ja. Wordt er niet meer gemaakt. Een paar klanten vroegen ernaar. Ik zeg, nou, dan kopen we er nog een paar. Dus hebben wij deze gekocht. De laatste originele Bill Chung Las Vegas Dreams. Ja. Op is op, weg is weg. Ze komen dus nooit meer terug. Geen paniek echter. We verkopen ook onze Super Triple Coins. Ja. En Super Triple Coins is hetzelfde principe, alleen dan heb je geen pokerchips, maar dan heb je Chinese munten in diverse kleuren of dezelfde kleuren. Moet je maar eens kijken, Super Triple Coin, dan zie je wat we daarmee hebben. Hetzelfde principe, maar mooi gemaakt. Las Vegas Dream, Bill Chung, kost, sorry, hij zei trouwens Vegas Dream, niet Las Vegas Dream, €69. Ook compleet met video-instructies erbij. En wat Leon net liet zien... Het is niet moeilijk. Je moet weten wat je moet doen. Kijk, je kan hem nog uitgebreider, rustiger, magischer alles doen. Dit was even de doorloop van de routine. Ik ben zelf ook geen muntgoochelaar. Ik doe de basisgreep die je moet kunnen eigenlijk is een fingerpalm. Als je die kan. Ja, dus voor... En de laatste verdwijning, dat is hoe hoeft ik hem niet doe. Niet zo. Maar je kunt hem verdwijnen hoe je zelf desnoods moet je bolzakje vallen en dan is je ook bij. Ja, maar drop, je kunt het doen op je favoriete manier. Dat is echt niet het probleem. Ja. Je krijgt naast de speciale munt krijg je ook nog twee normale munten. Ja, en dus is naast de gimmick krijg je ook nog twee normale munten die matchen. En je krijgt een boel stickers erbij, extra stickers. Want de stickers die je ziet als het de munten veranderen in pokerchip, zeg maar. Die kunnen na verloop van tijd, omdat die munten wel eens over elkaar heen kunnen schuren of bij elkaar komen. Kan natuurlijk zo'n sticker een keer bekrassen en dan kun je een sticker vervangen. Ja. Dus helemaal compleet. Laatste voorraad, €69 nogmaals. Vegas Dream. Ja. Ik heb hier nog wel iets moois. Dan moet ik even teruggaan in de tijd bijna. Ik heb hier namelijk een soort van kogeltje. En drie, ik laat het even kokertjes noemen. Er zit een mooi lederen etuietje. Die dingen kun je allemaal openmaken als je wel ziet. Empty.
Ja, je mag gewoon de camera ook laten zien, dat is geen probleem. Empty. Allemaal niks in, zeg maar. En als je wil, mag je dat kokertje even in dat kokertje doen. Kijk, in deze, logisch, als je daarmee schudt, hoor je ook niks. Juist, en inderdaad, als je met deze schudt, hoor je dat wel. Aan jou de taak. Volg het staafje met het kokertje. Yes? Mm-hmm. Waar ligt die? Ja, hier in de middag. Ik kan er niks gedaan, oké. Okay. Let op. Waar ligt die? Je bent goed, oké. Okay. Waar ligt die? Ja, nee. Damn, gelukt. Want hier ligt niet, hij ligt altijd terug in het midden. Okay. Oh. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Doe nog een keer, Let goed op. Oeh. Waar ligt die? Deze? Weer mis. Ik leg die even opzij, is makkelijker. Want dit is namelijk deze, maar deze is uiteraard niet. Laatste keer, ja? Wat op, daar komt die. Waar ligt die? Helaas, hier niet hier. Maar helaas ook niet hier, want hij ligt namelijk hier. Zie, ik kan het laten zien. De Wandering Lipsticks, oftewel Teletubes, is een van de allereerste dingetjes die we verkochten in de winkel. Het eerste congres waar we ooit bezochten in Rotterdam. Als ik me terug ga aan de tijd, is dat volgens mij 1999 geweest. Al kan een jaar lang zitten. Daar had ik heel veel van dit spul. Teletube, Ball Through Hand, Transmental Jamzation. Had ik allemaal dat spul bij me van mooie messing. Dat hadden mensen toen gewoon nog nooit gezien. En dat verkocht achter elkaar. Toen dacht ik, wat is dit? In de morgen tijd hadden we uitgekocht aan dat spul. En dat heb ik ook heel veel verkocht. Totdat vooral de Chinese cultuur zei, dit soort dingen gaan we massaal kopiëren. En in kwaliteit die niet te vergelijken is. Maar goed, mensen ontdekten al de Chinese spullen. De dealers en groothandelaren ontdekten al de Chinese spullen. En dit verdween naar de achtergrond. Maar er is niks beter dan dit, mensen. Dit is de originele versie. Je ziet het in de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we eigenlijk al de klassiekers van Viking Magic, want daar komt het vandaan, Viking Magic Collectors Workshop, weer teruggehaald. En mensen waarderen dat, want mensen kopen het ook allemaal, omdat het gewoon heel goed spul is. Je hebt een origineel product in handen. Hij kostte, de laatste keer dat wij hem verkochten, kostte die €88,50. Nou, inmiddels is de prijs naar €64,95, dus die is wat beter geworden. €23 per set goedkoper in verkoop. Dus €64,95, inclusief uitgebreide Nederlandse instructies en Engelse instructies. Dat is het voordeel van een oud product. Vroeger maakten we nou bij alles namelijk uitgebreide instructies. En de lederen etui. En ja, super gemakkelijk. En dit is slechts één van de routines die je mee kunt. Je kan ook het kogeltje wat de hele tijd op en neer gaat, van het een naar het andere kogeltje. En plotseling komt er goudpoeder uit en is je kogeltje compleet verdwenen. Er zitten allerlei routines bij. Wandering Lipsticks heet dit. Voor de prijs van €64,95. Dat is eigenlijk een beetje een magic beep. Ja, dit is een magic beep, maar het is een monte. Zo kun je het zien eigenlijk. Ja. Oké, dan zijn we er voor deze keer doorheen, mensen. Kijk rustig op onze webshop. Daar staat al dit spul ook op natuurlijk. Vaak ook met filmpjes die beter zijn dan wat we nu hebben laten zien. Maar dit, hoe wij het laten zien, is de realiteit. Dat vinden we heel belangrijk. Dus misschien dat je bij sommige dingen denkt, het is niet perfect. Nee, maar wat we laten zien, dat is echt. Niet geknipt, niet de beste take, niet 6 keer overgedaan en zeggen, nou, dat is niet helemaal goed, dan moeten we zo beter doen, anders zien mensen hoe het werkt of dan kopen ze het niet. Ja. Dit is hoe het werkelijk is. Dat is de reden van onze updates. Ja. Dat je dat ook weet, waarom dat we dit eigenlijk doen. Ja, met vooruitzicht, Blackpool gaat voor ons niet door. Tenminste, nee, ik ga niet. Ik zou gaan ook maar dit jaar met alle dingen die wel van het slot lijken te gaan trouwens, lijkt het ons niet verstandig om daarheen te gaan. En ik heb volgend jaar een cadeautje met corona om mee terug te nemen daar, want ik kan me veel vertellen, maar als daar regels wegvallen in Engeland met vorig jaar waren het 4000 goochelaars, maar laten dit jaar 2000 zijn, of 2500 goochelaars op elkaar gepropt in één gebouw, die s'avonds met z'n allen bier gaan drinken in één bar, ik weet het niet, maar dat kan niet goed gaan. Lijkt me niet zo goed idee, maar dat is persoonlijk. Dus ik heb samen met een paar vrienden gezegd, nou, met pijn in ons hart, wij skippen wel een jaartje, we hopen dat volgend jaar weer alles daar is. Overigens hoor ik ook dat veel dealers ook in het buitenland niet gaan. Ja, en topartiesten zijn afgelast. Omdat gewoon. Ja, aan die kant. Ja, dat heb ik niet gehoord. Ja, ook. Ja, ja, dat is wat ik gehoord heb. Okay. Dus klopt ook niet. Dus logisch, want. Ja, met. Sorry, dit is ook de eerste Blackpool. Dat is eigenlijk iets van corona. Dat is de eerste Blackpool na de Brexit.
Dat is al voor, als ze handelaar zijn of winkel zijn of dealer zijn, al die spullen die je meeneemt, invoergedoe, uitvoergedoe, dat is al een heel ding. Tel daar corona bij op, de mogelijkheden die je daar hebt, of de beperkingen moet ik zeggen, met eventueel dingen die kunnen gebeuren daar, dat je langer daar zou moeten blijven. Dat was namelijk eerst nog het geval. Dat je hier in quarantaine moet. Nou, ik kan me indenken dat mensen zeggen, nou, dan wachten we wel eventjes een jaartje. Hoe dan ook, ons zul je er niet zien. Het is niet dit jaar. Ja, misschien volgend jaar. Ik wil ook een keer gaan nog. Volgend jaar zeker weer. Volgend jaar zeker. Ja, voor de rest staat er qua goocheldagen pas in mei weer iets op programma. Ja, we hebben wel goochel livestreams. Ja, heel goed dat je dat zegt. Dat had ik in mijn hoofd, maar had ik niet. Maar, wat ik wil vertellen. Eerst hadden we tweedehands dingetjes, nieuwe dingetjes. Ja. Maar, ja, hoe zou ik het zeggen, de tweedehands dingetjes zijn een beetje op. Ja, we hebben nog heel weinig. Ja. Ja. Dus we hebben tegenwoordig, voor de derde keer hebben we dat nou al gedaan, als ik het goed heb. Ja. De grote mega magazijn uitverkoop. Ja. Dat houdt in dat we gewoon het hele magazijn langslopen. Ja. Alle bakjes. Ja. En daar wat uittrekken. En die gaan voor mooie scherpe prijzen weg. Ook boeken, dvd's. Ja, en gewoon weer rechtstreeks uit de boekenkast. Ja. En gewoon uit de boekenkast, huppen. Ja. Zijn er boeken waarvan we denken, oké, die staan al wat langer. Geen slechte boeken, maar die staan wat langer. Misschien hebben mensen daar minder interesse in. Of we pakken een magazijnbak waarvan we denken, wat? 36 stuks van iets? Nou, daar hoeven er geen 36 te zijn. Ja. En dat, niet alleen oude dingen. Maar ook dingen. Gewoon. Laatst hadden we bijvoorbeeld Peering Canes. Orbit was deze week. Had ik even een dealtje. Alle mensen die keken kregen een speciale deal daarvoor. Ja, ja. Sorry mensen die nu kijken. Maar, Prestige bijvoorbeeld. Prestige hadden we ook een dealtje voor. Dan zijn dan, kijk dat, elke dinsdagavond 19:30. Ja. Want er zitten serieus verrassingen in. En je bent verbaasd wat daar gebeurt. Ja. Afgelopen dinsdag zijn er 32 verschillende artikelen uitverkocht geraakt. En dat betekent, daar begon ik mee met een bak uit het magazijn. En daar kan er 1 in zitten, maar dan kan er ook 20 in zitten. Of 12, wat dan ook. Uitverkocht, komen niet meer terug. Dus dat betekent dat er per week 30 artikelen ongeveer uitgaan. Maar er komen er nog steeds gelukkig bij. Ja, ja. Maar we moeten ook plaats maken voor nieuwe spullen. En er komen meer nieuwe spullen. Afgelopen jaar waren er 600 nieuwe spullen of zoiets. Maar er zijn er geen 600 uitgegaan. Misschien 50 of 60. Die verhouding moet een beetje soort van gelijk gaan worden. Dus vandaar deze uitverkoop. En er komt echt van alles voorbij. En je zult het zelf zien als je kijkt wat er allemaal gebeurt. Ja, want af en toe ben je gewoon te laat. Ja, want normaal zijn we de dag erna was ik 2 uurtjes bezig met het verwerken en opruimen van al de spullen die gekocht werden. Tegenwoordig zijn we 's middags om 2:30 klaar. Als we 's morgens beginnen om 9:00. Echt waar, maar dat is echt niet normaal zoveel. Dus kijk, de link kun je vinden op de Facebookpagina Livestream Goochelartikelen. Ja. Goochelcollectie is dat volgens mij /Goochelcollectie. En of de Dynamite Magic Show pagina. Ja. We posten tegenwoordig ook al op de dinsdagmiddag even op Instagram nog een video om dat te pushen, zeg maar. En de link is ook altijd, als je de link niet kan vinden, je kunt altijd even een mailtje sturen naar info@dynamitemagicshow.com. Ja. Kijk op Facebook, vraag je nee, vraag mij, vraag Elma. Ja. En we sturen je de link en pak een lekkere bak koffie erbij. Is de moeite waard, want echt 2 uur is niks. Ja. Ik wilde eigenlijk geen 2 uur laten duren. Maar van de week was het ook 2 uur en 20 minuten. Voor mijn gevoel nog niet eens 1 uur, maar echt. Ik hoop je daar te zien. Ja. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, en tot dinsdag, zou ik ook zeggen. Maar eerst dit online en dan tot de volgende. Hoi.